Hallo Robin, grote nieuwboemmakelaar hier. Vandaag bij de woning aan de vooruitgang 17 in Wervershoof. En wat voor woning? Kijk naar die statige gevel. Een woning gebouwd in 2008. We gaan naar binnen. Via de hal komen we in de woonkamer. De woonkamer beschikt over openslaande deuren, gestuukte wanden en nette vloer. Er veel natuurlijk lichtinval door die openslaande deuren. De open keuken, voorzien van alle voorzieningen. Ruime trapkast, altijd praktisch, zeker met kinderen. We lopen de achtertuin in, achtertuin gelegen op het westen. Kijk ook hier naar die statige achtergevel. Hè. Hardhouten kozijnen, goed onderhouden. Via de openslaande deuren weer naar binnen. Zie hier de hardhouten trap. We gaan naar boven. Ook hiervoor geldt alles tot in de detail afgewerkt. Nette vloeren. En kijk eens naar de ruimte op de verdieping. In de ruimste slaapkamer. Ook weer die gestuukte wanden. De woning is traditioneel gebouwd, wat betekent betonnen vloeren, spouwmuren naar de buren, alles goed geïsoleerd, wat ik eerder al zei. Het is een woning gebouwd in 2008. De komende jaren leeft u hier onderhoudsvrij. Hier de tweede ruime slaapkamer. De voorslaapkamer is in dit geval. De kleinste van de drie, maar ook voor een kleine slaapkamer, eveneens ruim. U ziet het draakiebraam aan de voorzijde. Nou, aan de voorzijde is tevens de badkamer gesitueerd. De badkamer is voorzien van een douchehoek, een tweede toilet en wastafel. Veel licht ook. Vaste trap naar de zolderverdieping. En dan zien we eigenlijk direct door de kap de ruimte op die zolderverdieping. Twee kamers en een grote kast. De voorkamer is tevens voorzien van wasmachine, drogeropstelling, cv-ketel, mechanische ventilatie. Uitstekende bergruimte. En dan aan de achterzijde nog een volwaardige slaapkamer, hè, nummer 4. Bent u nou nieuwsgierig naar deze woning, gelegen aan de vooruitgang 17 in Wervershoof? Kom dan kijken en maak een afspraak met Grote Nieuwboemmakelaardij. Wij zijn bereikbaar op 0228 520 520.